Het klimaat is aan het veranderen. Dat merken we onder andere met het derde droge voorjaar op rij. En ja, dan moet je toch als waterschap gaan nadenken, hoe willen we daarmee omgaan? Mensen hebben daar last. De boeren die hebben minder water in de sloot. De natuur heeft er last van. Als waterschap proberen we een aantal dingen te doen. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met dijkinspecties om de droge dijken te kijken of daar geen scheuren in komen, waardoor de dijken kunnen verzwakken. We proberen het peil van het water wat omhoog te zetten, zodat de sponswerking van de bodem wat beter benut wordt. En in de Utrechtse Heuvelrug hebben we helaas een onttrekkingsverbod in moeten stellen, omdat het zoete water wat daar uit de Heuvelrug komt, dat nu eigenlijk nodig is voor de schaarse kwetsbare natuur die er is. En zo proberen we eigenlijk steeds beter om te gaan met de droogte in ons gebied.